De jaren 50, een tijd waar met enige weemoed naar wordt teruggekeken. Het zijn de jaren van wederopbouw, waarin mensen overdag hard werken en 's avonds gezellig rond de warme kachel zitten. Maar de 50er jaren zijn ook de jaren van de Sputnik, de Koreaoorlog en de oprichting van de EEG. Ook Nederland verandert in deze jaren. In de door den oorlog geteisterde gebieden is de woningnood hoog gestegen. Noodtoestanden zijn ontstaan waarin vooral met het oog op de snel naderende winter ten spoedigste moet worden voorzien. De fabrieken zijn opzettelijk vernield en leeg. Totaal leeg. Alhoewel in de algemene toestand dagelijks verbetering komt, is de nood nog hoog en hulp onontbeerlijk. De verwoestende uitwerking van de Tweede Wereldoorlog laat naast een groot menselijk leed ook op materieel vlak diepe sporen na. De woningnood vormt een van de nijpendste problemen. Daarnaast is ook het economische leven bijna volledig stil komen te staan. Met hard werken en een sobere levensstijl wordt het land in ras tempo weer opgebouwd. Toen de Duitsers uit ons land wegtrokken, toen hadden ze letterlijk alles gedaan om ons het verdere leven in vrijheid zo zuur mogelijk te maken. In onze havens, de belangrijke levensaders voor ons herstel, hadden ze op afschuwelijke wijze huisgehouden. Maar op één ding hadden ze niet gerekend. Dat was op de moed en de levenswil van het Nederlandse volk, dat het opbouwwerk met ontembare energie aanpakte. En welk een schoon en krachtig bewijs heeft Rotterdam daarvan geleverd. Minister Spitsen kwam er zich persoonlijk van overtuigen. 5 jaar slechts heeft het geduurd, het herstel en de vernieuwing van de haven. Maar het waren 5 jaar waarin een Herculesarbeid is verzet. Om het woningtekort verder op te lossen is er meer land nodig. Dit wordt gevonden in het IJsselmeer, dat steeds verder wordt drooggelegd. Daarnaast besluiten talloze gezinnen hun bestaan elders op te bouwen. Velen emigreren naar onder meer Canada en Australië, op zoek naar een beter leven. Honderden Nederlandse boeren die met hun hele gezinnen naar Canada zullen vertrekken. Bovendien een 80 bruidjes die de reis zullen maken. Verder nog de vele familieleden die meegekomen zijn om afscheid te nemen. Dat alles veroorzaakt op de Wilhelmina-kade van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam een grote drukte. In de douaneloods hebben de beambten met zo'n gezelschap de handen vol. Als alle formaliteiten vervuld zijn, begint de eerste etappe. Met een klein bootje naar de Waterman. Een troepentransportschip van de Nederlandse regering waarmee de oversteek gemaakt zal worden. Het grote moment is aangebroken. De schroef maakt zijn eerste omwentelingen en langzaam glijdt de Waterman van de kade weg. Allen verdringen zich aan de reling om nog een laatste glim van de achterblijvenden te kunnen opvangen. Over 10 dagen zullen ze in Canada zijn, waar ze zich een nieuwe toekomst hopen te bouwen. De jaren 50 zijn ook jaren waarin het maatschappelijk leven nog verzuild is. Elke zuil heeft bijvoorbeeld zijn eigen media. Zo lazen communisten het dagblad De Waarheid, protestanten De Trouw en De Jonge Man en katholieken De Volkskrant. De mensen uiten hun overtuiging regelmatig door de straat op te gaan, zoals hier tijdens een nationale toogdag van Nederlands Hervormde, of bij een viering van de katholieke arbeidersbeweging. Het moest en het zou lukken. Met 60.000 KAB'ers naar Rotterdam. En ze komen uit alle delen van Nederland. In Alkmaar begint de victorie. Daarom allereerst een kijkje in de stad van de kaasdragers, waar ze zich niet onbetuigd laten. Goeie reis Alkmaar, tot in Rotterdam. Ook worden standbeelden opgericht voor de politieke voormannen. Het monument dat de dichter Schaapman in zijn verzen oprichtte, bleek niet bestand tegen de tijd. Maar dit monument eert zijn grootheid als staatsman. Ook Nolens kreeg een zichtbare plaats in de geschiedenis.
Nog meer piëteit betoonden de socialisten jegens hun grote voorman Troelstra door zijn beeld te plaatsen in een regenvrije opstelling. Hoewel de bevolking verdeeld is, leidt dit in de politiek juist tot een goede samenwerking. Elke partij kan rekenen op een vaste achterban. Bij verkiezingen komen de Partij van de Arbeid en de Katholieke Volkspartij stevast als grootste uit de bus. Zij vormen samen van 1945 tot 1958 de Rooms-Rode Coalitie, waarbij PvdA'er Willem Drees 10 jaar lang premier is. Veel eerder dan verwacht werd, kwam de totaaluitslag van Nederland uit de bus. Een resultaat dat het meest bevredigend was voor de Partij van de Arbeid, die met 4 zetels winst de grootste partij van Nederland werd. Op de voet gevolgd door de Katholieke Volkspartij, die een winst van 3 zetels boekte. En al was de stemming dan voorbij, tot laat in de avond bleef de stemming bij een groot deel van het Amsterdamse publiek bijzonder opgewekt. Juliana wordt in 1948 de nieuwe koningin van Nederland. Zij moet haar volk meteen in zware tijden steunen wanneer in 1953 de watersnoodramp plaatsvindt. Voor ons land zal 1953 in de herinnering voortleven als het jaar van de watersnood, die zoveel leed bracht en zoveel schade aanrichtte. De watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari plaatsvindt, vormt een van de meest tragische gebeurtenissen van de jaren 50. Meer dan 1800 mensen verdrinken en zo'n 100.000 mensen raken al hun bezittingen kwijt. Door deze ramp besluit de Nederlandse regering zich stevig te wapenen tegen de grillen van de zee en ontwerpt het Deltaplan. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie snel toe. Wanneer in 1950 een conflict uitbreekt in Korea, staan beide landen tegenover elkaar. Ook vanuit Nederland worden troepen gestuurd om aan Amerikaanse zijde mee te vechten. Heel wat dichter bij huis vallen de Russen in 1956 Hongarije binnen. De Koude Oorlog zorgt voor heel wat spanning in Nederland. De bevolking is bang dat deze uitmondt in een derde wereldoorlog. Ter bescherming van de bevolking en om aan hen goede voorlichting te geven, richt de overheid daarom de BB op, de bescherming burgerbevolking. In alle afdelingen van de BB wordt voortdurend geoefend. Daarbij wordt geïmiteerd hoe het zou zijn als een oorlogsramp ons werkelijk zou treffen. Het is door deze regelmatige oefening dat onze bevolking beschikt over een hulpverleningsorganisatie waarop we kunnen vertrouwen wanneer de nood aan de man komt. De overheid zorgt in de jaren 50 niet alleen voor de veiligheid van haar bevolking. In het gebouw van de Raad van Arbeid in Amsterdam heeft de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, met een korte toespraak aan ongeveer 30 bejaarden de eerste uitkeringen overhandigd krachtens de Algemene Ouderdomswet die op 1 januari in werking is getreden. Volgens deze wet heeft elke Nederlander die de leeftijd van 65 jaar bereikt recht op ouderdomspensioen. Nieuwe wetgeving en een einde aan de loongroeistop doen de welvaart in Nederland halverwege de jaren 50 snel toenemen. Dit is onder meer te merken in het huishouden, waar veel nieuwe apparaten hun intrede doen. Het Amsterdamse RAI-gebouw is voor 10 dagen herschapen in een dorado voor de huisvrouw. Een volautomatisch fornuis van 2600 gulden met een indrukwekkend knoppensysteem is een van de nieuwigheden op de huishoudbeurs. In steeds meer Nederlandse gezinnen doet de koelkast zijn intrede. Dit is een geheel nieuw type met draaiende rekken, waardoor ten volle van de opbergruimte geprofiteerd kan worden. Een handig hulpje bij de was is een wringer die met zuignappen aan de muur wordt bevestigd. Het hele geval weegt nog geen 3 pond, is een Belgische vinding en kost iets meer dan 28 gulden. Een nieuw soort blikopener voorkomt zowel de bezeerde vingers als de lelijke woorden die zo vaak aan het nuttigen van conserven voorafgaan. Kosten met dekselmagneet en al ruim 11 gulden. Een ander apparaat dat men in veel huishoudens aantreft is de radio.
S'avonds zitten vele gezinnen bij het toestel te luisteren. Daarnaast kan men hier en daar al een televisie bewonderen. Diegenen met een toestel in huis krijgen bij de populaire programma's zoals Zwiebertje of Pension Hommeles meteen de hele buurt op bezoek. Ook het straatbeeld verandert in de jaren 50. Steeds meer mensen kunnen het zich veroorloven om een bromfiets aan te schaffen. Waren er in 1949 zo'n 4000 bromfietsen in Nederland? In 1960 is dit uitgegroeid tot ruim 1,1 miljoen. Deze bromfietsen worden steeds beter, mooier en praktischer. In een van de nieuwste modellen is de benzinetank in een geperst stalen frame weggewerkt, de benzinedop onder een opklapbaar zadel. Sommige bromfietsen kregen zelfs telescopische voorvorkvering. De bromfiets zorgt ervoor dat de bevolking makkelijker grote afstanden kan afleggen, bijvoorbeeld naar het werk of met de brommer op vakantie. Hoewel de vrije tijd in deze jaren spaarzaam blijft, gaan steeds meer mensen op vakantie. Bijvoorbeeld een weekje naar zee of kamperen in Drenthe. Al laat de zon ons deze zomer veel in de steek, de stroom van vakantiegangers is toch weer aan het rollen geslagen. Met volgepakte auto's op motoren, bromfietsen en fietsen trekken ze door het land. Is het reisdoel bereikt, dan is het nog slechts een kwestie van een goed plekje zoeken om je tent op te zetten. Deze goedkope vorm van onderdak wordt nog altijd door duizenden geprefereerd. Ook wordt in de jaren 50 veel buiten gespeeld. Zoals bijvoorbeeld met de hula hoop of rolschaatsen. Stormenderhand heeft de hula hoepel ons land veroverd. Vooral de jeugd heeft het ervan op de heupen. Toch weten ook de ouderen aardig hun draai te vinden, zoals bleek tijdens een van de vele wedstrijden die nu bijna dagelijks en overal gehouden worden. Om te bewijzen dat de rolschaatssport niet zo heel ver van het echte schaatsen afstaat, is hier Rietje Bakker uit Breda, die zich met veel gratie op de 8 wieltjes over het asfalt voortbeweegt en die het kampioenschap met groot gemak in de wacht sleept. De jeugd houdt zich ook met hele andere zaken bezig. Ook in ons land is een deel van de jeugd aangestoken door de rage van de rock and roll. In Amsterdam heeft men getracht deze danswoede in geordende banen te leiden door het organiseren van een wedstrijd, die bovendien bewijzen moest dat rock and roll niet behoeft samen te gaan met relletjes en baldadigheid. De jongeren van de jaren 50 verzetten zich tegen de tradities van de oudere generaties en ontwikkelen hun eigen jeugdcultuur. Uit Amerika waaien rages over, zoals de rock'n'roll van Elvis Presley en Bill Haley. Ook de mode verandert. Spijkerbroeken en vetkuiven of de petticoat en een suikerspin in het haar. De ouderen vinden het meestal maar niks. De behoefte van de opgroeiende jeugd aan een idool heeft zich bij deze jongeren gericht op de schorre Amerikaanse zanger Elvis Presley. Dat verklaart de extatische overgave waarmee ze hem trachten te imiteren. De wederopbouw, de introductie van de koelkast en de televisie in het huishouden, de eerste AOW en de hula hoop. Allemaal uit de jaren 50. Een tijd om met plezier naar terug te kijken.